Goeiedag, we gaan u verrassen met opmerkelijke en mooie foto's met als thema de levende tuin. De foto's zijn gemaakt door leden van Groei en Bloei. Ik ben Petra van der Haar, de voorzitter van Groei en Bloei Nijkerk Hoevelaken. Onze vereniging is een vereniging met tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Wij zetten ons in voor een groene samenleving. Passie hebben we voor groen. Wij vinden het leuk om bijvoorbeeld te tuinieren of bloem te schikken. Wij houden van de natuur in het algemeen en wij zetten ons in voor het belang van duurzaamheid. We organiseren altijd heel veel leuke activiteiten voor leden. In de zomer excursies, in de winter lezingen en ook altijd open tuinendag voor alle mensen van de gemeente Nijkerk Hoevelaken. Maar helaas, door corona konden al die dingen niet doorgaan. Dus hebben wij een alternatief programma bedacht. En dat is, jongens, als jullie nu eens allemaal een foto maken van je eigen tuin, van iets wat je inspireert, met als thema de levende tuin. En dan maken we daar een fotowedstrijd van, maar we kunnen tegelijkertijd ook genieten van elkaars mooie tuinen. En dat hebben we gedaan. Dus de foto's zijn gemaakt in de periode maart tot en met september. We hebben daar een wedstrijd van gemaakt, wat ik al zei, en aan de werkgroep, de fotowerkgroep van IVN gevraagd, om de foto's te beoordelen. Zij hebben verstand van hoe je een foto maakt, van kleur, compositie, helderheid. Maar ook natuurlijk kijken ze naar het thema, de levende tuin. En we zijn ook heel blij dat de A1 Mediagroep ons de gelegenheid biedt om op deze manier de foto's aan jullie allemaal te laten zien. Zodat heel Nijkerk en omgeving kan meegenieten van onze mooie tuinen. Dus ik wil nu graag Petra Heidinger van de IVN het woord geven om de opmerkelijke en de winnende foto's toe te lichten. Ik ben van IVN, Natuur, Educatie en Duurzaamheid van de afdeling Nijkerk. En wij zijn door Groei en Bloei zijn gevraagd of wij de fotowedstrijd willen beoordelen. Wat ik natuurlijk een hele eer vind. En we hebben de foto's hebben ontvangen en ik vond het best moeilijk. Jullie hebben zulke mooie foto's hebben jullie toegestuurd dat het bijna onmogelijk is om daar een winnaar uit te halen. We hebben ons best gedaan en we hebben drie hele mooie foto's kunnen selecteren hiervoor. Maar eerst wil ik naar de opmerkelijke foto's gaan, want die wil ik jullie niet onthouden. Bij de eerste foto wil ik laten zien wat heel erg opmerkelijk is en wat ook de fotograaf heeft genoemd, dat de dood eigenlijk niet snel wordt belicht in leven in de tuin, terwijl het een hele belangrijke rol kan spelen. En zoals we kunnen zien hier op de foto, is dat de mooie roos nog heel mooi in bloei staat met die prachtige kleuren en eromheen is eigenlijk alles een beetje verdord. De volgende opmerkelijke foto is de foto die me heel erg doet denken aan Monet. Zo'n bruggetje over het water met de waterlelies. En daarom vond ik hem zo opmerkelijk. De derde foto, dat is de springkaan. En ik vind hem zo leuk omdat hij eigenlijk een beetje acrobatisch tussen die twee grassprietjes hangt. En ook nog, als je goed kijkt, in de lens kijkt. En bij de vierde foto, dat is als je heel erg in de natuur bezig bent en je kijkt naar foto's, dan zie je heel snel bepaalde details. En bij deze foto zag ik een roofmeid op een zweefvlieg zitten. En ik weet niet of de meeste mensen dat al is opgevallen, maar hij zit er en het is een roofmeid. Ik durf niet te zeggen welke type het is. En bij de vijfde foto, wat ik daar zie, is een hommel en die heeft een varroa-meid. En een varroa-meid is natuurlijk de gevreesde meid onder de bijenhouders. En hier kan je zien dat hij ook op hommels zit. En de foto 6, dat is wel heel erg leuk, want als ik zo kijk, dan lijkt het net een zwarte panter in het oerwoud, in een boom. En een geweldige foto is dit. Nou, dit waren dus de opmerkelijke foto's. Die horen dus niet tot de winnende foto's, maar daar gaan we nu naartoe. Ik wil je gelijk onze selectie laten zien. We hebben 5 foto's hebben toch uitgekozen, omdat het voor ons ook heel erg moeilijk was. En we hebben de prijsuitreiking een klein beetje uitgebreid. Op de 5e plek hebben we de foto van Jacques van den Belt. En dat is met de schorpioenvlieg. Het is heel opmerkelijk dat je een schorpioenvlieg kan zien.
Op een framboos, want het is best wel een klein diertje. Prachtig diertje ook. En heeft hem heel mooi op beeld gekregen. Heel scherp ook. De vierde prijs is van Nienke van Wessel. En zij heeft een hele mooie paar orchids heeft ze weten te fotograferen in het gras. En ze heeft ze heel mooi weten te isoleren in alleen maar in het groen. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. En de kleuren springen er ook echt uit. De derde prijs gaat naar Marianne Korthorst. Ze heeft een hele mooie groene kikker. En zoals je kan zien is hij heel erg scherp. Mooi belicht. En het is ook opmerkelijk dat je heel dichtbij zo'n kikker kan komen. De tweede prijs gaat naar Sandra van den Belt. Zij heeft in haar tuin dus de omgevallen appelboom waar overheen een clematis groeit. En we vonden het eigenlijk een hele goede foto, want dan kan je zien hoe dood en leven met elkaar eigenlijk elkaar nodig heeft, ondersteunt elkaar. En daarom hebben we deze foto ook als tweede prijs gekozen. De eerste prijs gaat naar Jan de Gier. Die heeft een hele mooie pimpelmees gefotografeerd die een van zijn 9 jongen aan het voeren is met een Buxus mot rups. Ik vind het heel knap dat hij hem op die manier heeft gefotografeerd. Het is echt het beeld is heel scherp en de sluitertijd is heel goed genomen. En vandaar dat hij de eerste prijs heeft gewonnen. Nou, dit zijn de winnende foto's. Allemaal gefeliciteerd. En ook namens de fotowerkgroep van de IVN afdeling Nijkerk. Petra, heel erg bedankt voor al het voorbereidende werk wat je hebt gedaan samen met je collega's van de fotowerkgroep IVN. Alle fotografen, heel erg bedankt voor het insturen van de foto's. De prijswinnaars, ja, die krijgen natuurlijk ook een prijs. Die kom ik bij jullie thuis bezorgen. De derde, vierde, vijfde prijs, dat wordt een ingelijste foto van jullie ingestuurde foto. De tweede prijs, dat wordt voor Sandra dat ze mee mag doen met een workshop van IVN. En Jan, de eerste prijs, jij mag een keer meegaan met zo'n excursie waar Petra net over vertelde. Iedereen die nog alle foto's wil zien die zijn ingestuurd, die kunnen die terugvinden op onze website. Onze website is nijkerk.groei.nl. Allemaal bedankt voor de aandacht en tot een volgende keer.